Stel, je wilt met fotografie beginnen en je hebt naar aanleiding van het vorige filmpje ervoor gekozen om te beginnen met een analoog fototoestel. Dan zijn er in grote lijnen twee opties. Je kan voor een goedkopere optie gaan, zoals Minolta. Het alternatief is iets duurder, zoals Nikon. Met als grote voordeel dat beide lenzen, zelfs op de laatste Nikons, nog altijd bruikbaar zijn. Een Canon heeft ook zeer goede lenzen, Minolta natuurlijk ook. Bij Minolta is het eenvoudig, er worden geen Minoltas meer gemaakt. Bij Canon is het zo dat de lenzen, de oudere lenzen, een andere vatting hebben, waardoor die niet bruikbaar zijn op nieuwe toestellen. Nu, dat maakt natuurlijk dat die lenzen veel goedkoper aan te schaffen zijn. Als we deze twee camera's, dit zijn de Minolta camera's, namelijk de X500 en de X700. Het voordeel van de X700 op zich, de twee toestellen, deze zal je misschien iets goedkoper kunnen vinden tweedehands. Maar de verschillen zijn niet zo heel groot. Ze gaan beiden tot een sluitertijd van maximaal een 1.000ste van een seconde, wat op zich niet zoveel is. Beiden hebben diafragma voorkeuze. De X7000 is eigenlijk het duurdere model, bestaat ook al langer, waarbij dat ook volledig in programmamode gefotografeerd kan worden. Dat ontbreekt bij de X500. Maar de X500 heeft dan weer een aanduiding in de zoeker van de gekozen sluitertijd. Terwijl de X700 heeft daarvan geen aanduiding. Ik zie hier ook belichtingscorrectie hier, wat hier ook ontbreekt. Nu, de twee lenzen. Als je twee lenzen koopt, dus als je begint, dan zou ik altijd één standaard lens kopen. Dan kun je kiezen de 50 mm of de 35 mm. De 35 mm is iets breder en is daardoor gemakkelijker om binnen of op locaties waar er heel veel volk is, toch nog leuke foto's te nemen. De 50 daarentegen is iets korter bij, maar is daardoor ook weer beter geschikt om echt portretten te gaan fotograferen. Maar met beide lenzen, als eerste lens, kun je niks verkeerd doen. Als je een tweede lens wilt, neem dan de andere van de twee. En daarna zou ik aanraden voor een derde lens, als je veel naar groot toe neigt, naar landschappen, naar structuur en dergelijke meer, van een 28, 20, 24 mm lens daarbij aan te schaffen. Neig je meer richting de portretten, de close-ups en dergelijke meer, dan zou ik aanraden van naast die 50 en 35 nog een 85 mm portretlens aan te schaffen. Deze twee lenzen heb ik eigenlijk nog geen €50 voor betaald. Dat is ondenkbaar bij de Nikon lenzen. De bodies heb ik, deze was denk ik 40 met de lens erbij. Deze body was iets van 30 zonder lens. Nu, als we teruggaan naar Nikon, dan heb ik hier twee fototoestellen. Waarbij deze body, dat is de Nikon FM, die gaat tot een 1.000ste van een seconde, verder geen instellingen. Deze body die gaat tot een 4.000ste van een seconde, heeft ook belichtingscorrectie en heeft ook DX, wat de ISO-waarde van een film zal uitlezen, en een zeer handig venstertje hier achteraan. Terwijl bij deze camera moet je nog achteraan een papiertje steken waarop uw film genoteerd staat, of uw type film. Nu, er is wel een groot prijsverschil tussen deze twee camera's. Deze camera gaat weg voor 3, 4, misschien zelfs €500, afhankelijk van de staat. Deze camera koop je voor, het is een gewone FM, voor rond de €50. Als je naar de FM2 gaat, ga je richting de €100 tot €150. Dus als je echt goedkoop wilt beginnen, is dit misschien niet de beste optie. De FM3A, de FM, de FM2 of de FE en de FE2 zijn wel goedkope, goede opties. De lenzen, ook hier heb ik een 35 mm. En een 50 mm, dus qua brandpuntsafstand gelden dezelfde regels als ik daarnet bij de Minolta lenzen besproken heb. Maar deze lenzen, de 50 mm, koop je voor €150 nieuw. Tweedehands rekent ook rond de €100. De 35 koop je nieuw voor €350, tweedehands rekent toch zeker €200. En ook hier merk je dat je meer met de 35 werkt en meer naar groothoek op zoek bent, dan zou ik als derde lens en 28, 24 of 20 mm gaan aanraden. Ga je meer richting de 50 mm portret en dergelijke meer, dat is ook de 85 mm lens aanraden. Maar ook met deze twee bodies kun je niks verkeerd doen. En hier betaal je misschien wel meer voor de lenzen, maar als je dan achteraf overschakelt op een digitaal fototoestel, dan kun je die lenzen ook perfect gebruiken op dat toestel. En die hebben ook autofocus. Terwijl hier, dit is enkel manueel focus.